De praktijk bestaat nu ruim 35 jaar. Vanaf het begin heeft de praktijk zich specifiek gericht op de begeleiding van mensen met chronische aandoeningen. En natuurlijk zien we ook mensen met reguliere klachten, zoals een verstuikte enkel, een tennisarm of acute spit in de rug. Elke patiënt heeft zijn persoonlijke hulpvraag, maar waar we toch naar streven is een zo groot mogelijk mate van zelfstandigheid, waarin de individuele patiënt zo weinig mogelijk beperkingen ervaart in het uitvoeren van zijn dagelijkse bewegen, beter zijn dagelijkse activiteiten. Hopelijk resulteert dat in een gevoel van gezondheid. Ik denk dat wij ons onderscheiden van andere eerstelijnspraktijken. Dat wij er heel erg naar streven om samen met de patiënt op zoek te gaan naar die dingen die de patiënt graag weer zou willen doen, ondanks het hebben van een chronische ziekte. In die zin zijn we eigenlijk altijd op zoek naar waar wordt iemand feitelijk gelukkig van, waar wordt hij gezonder van, wat vindt hij prettig om te doen. We richten ons daarmee heel erg op gezondheidszorg en niet op ziektezorg. Heel uniek is ons zwembad. Het oefenen in het water, ook wel met een chique term hydrotherapie genoemd, vinden mensen altijd heel erg prettig. De hydrotherapie kan een hele goede aanvulling zijn op ons actief oefenen in de oefenzalen. De laagdrempeligheid die hier in de praktijk heerst, vinden wij heel erg belangrijk. Dat horen we ook eigenlijk altijd van onze patiënten. Zij vinden dat er een fijne, gemoedelijke sfeer aanwezig is. En ook na afloop van het oefenen spreken lotgenoten vaak nog met elkaar onder het genot van een kopje koffie of een kopje thee. Ons motto is: het PCRR Hilberdink voor alles wat u dagelijks beweegt.